Wanneer is de stichting Pup in Nood opgericht en waarom? De stichting Pup in Nood is opgericht op 29 maart 1994. En we hebben hem opgericht omdat er dus te veel met jonge hondjes wordt gerotzooid door illegale fokkers en zogenaamde broodfokkers. En de beesten komen in erbarmelijke staat af en toe bij de mensen. En werkt u ook samen met stichtingen zoals de Dierenbescherming en de Dierenambulance of de Dierenkwijtlijn? Nou, hondjes die wij vinden, die mogen wij in Amsterdam niet ophalen, want een gezonde, gevonden hond, daar mogen wij niet aankomen. Wij melden hem wel door naar de Kwijtlijn. En in de tussentijd proberen we toch een hond via de politie dus in een asiel te krijgen. Is er een verschil tussen haakjes gewone dierenambulance en uw ambulance Pup in Nood? Er is in principe weinig verschil. Alleen de dierenambulance Amsterdam heeft dus het rayon Amsterdam. Dus die verzorgt hier alle dieren. Wij zijn gewoon in principe gewoon een aanvulling op de dierenambulance Amsterdam. Alleen wij hebben dus voor onze zieke pupjes, die we door heel Nederland op kunnen halen, hebben wij deze ambulance. Maar die is tevens inzetbaar als verlengstuk van de dierenambulance Amsterdam. En krijgen wij een melding van een gewonde hond of een gewond dier, een eend of een zwaan, dan rukken wij ook uit. Ik heb gezien dat in de ambulance ook zelfs een operatietafel is. Wordt die nou vaak gebruikt, een operatietafel in de dierenambulance? Nou, wij gebruiken de operatietafel in de dierenambulance als een soort werktafel. Dat houdt dus in als wij een zwaan of een eend of een dier wat zo gewond is dat we die niet meer op straat hoeven te helpen. Maar dat we hem netjes in de auto kunnen helpen. En bij calamiteiten is het dus ook mogelijk om een dierenarts op te piepen. En dan kan dus een dier, bijvoorbeeld bij rampen die gebeuren, kunnen dieren door een dierenarts in de auto al de nodige eerste hulp krijgen. Want ligt een dier nou lang, duurt een rit lang in de dierenambulance met een slachtoffer? Het ligt eraan. Ik bedoel, over het algemeen proberen we binnen 20 minuten te plaatsen te zijn. En zo snel mogelijk naar een dierenarts te rijden. Nou zijn er in Amsterdam genoeg dierenartsen. Dus de rit naar de dierenarts hoeft niet zo lang te duren. Hoeveel dieren heeft u tot nu toe al opgevangen? Wij hebben dus in totaal, we bestaan nu even 5 jaar... en we zitten aan 770 hondjes. En met welke problemen wordt u nou het meest geconfronteerd? Het probleem waar wij mee geconfronteerd worden is dat we dus de beesten opvangen en dat wij dus een hele hoop beestjes bij adoptieadressen of tijdelijke adressen moeten onderbrengen, omdat wij dus een te krappe ruimte hebben in onze woning om de dieren dus allemaal bij ons te houden. En we zijn dus op zoek naar een grotere ruimte waar we meer dieren bij ons kunnen houden, want de kosten die wij hebben om elke keer naar de vrijwilligers toe te rijden en de adoptieadres om de beestjes te controleren en weer op te halen, voer te brengen, spullen, dat is gewoon een grote kostenpost. Maar ik begrijp dus dat u de dieren in eerste instantie bij u thuis opvangt? De allerkleinste tot 8 weken of tot 6 weken minimaal, die blijven allemaal bij ons thuis. Omdat wij hier dus veel meer faciliteiten hebben. We hebben couveuses hier staan en alle mogelijke middelen. En als de beesten dus zelfstandig kunnen eten en niet meer van de moederhond afhankelijk zijn, dan kunnen ze naar een tijdelijk pleegadres waar ze daar verder opgevangen worden. Ja, want dat vraag ik me dus ook gelijk af en de kijkers waarschijnlijk ook. Als ze dus een beetje bijgekomen zijn, de puppies, wat gebeurt er dan met ze? Dan gaan ze allemaal op 6 weken, minimaal 6 weken, gaan ze allemaal naar de dierenarts. Krijgen ze allemaal hun eerste parvo in en ding en worden ze gelijk gechipt, zodat ze dus voor een leven lang voor ons te vinden zijn. En dan gaan ze weer terug en dan in die tussentijd dan hopen wij dus al een baasje gevonden hebben, wat ons tot op heden nog altijd gelukt is. Wat is trouwens een parvo-inenting? Wat is dat? Nou, een parvo-inenting, dat is dus een inenting. Als de pup dus vanaf de geboorte tot een week of 5, 6, dan krijgt hij dus de melk van de moeder binnen. Daar zitten dus alle antistoffen in. Maar als hij dus 6 weken is, dan krijgt hij een parvo-lepto-injectie. Dat is dus tegen virussen en de hondenziekte. Daar moet hij dus tegen geënt zijn. Want ja, die antistoffen krijgt hij niet meer van moeder, dus die zorgen wij dat hij die krijgt. En dan wordt hij nog op 9 weken, moet hij nog een keer geënt worden. En op 12 weken dan krijgt hij zijn zogenaamde cocktail. Daar zit de ziekte van Weil en zo bij, dus als hij mocht in de gracht vallen, dat hij dus niet daarvan doodgaat. En behandelt u alleen, neemt u alleen maar honden mee? Ik heb ook iets gelezen in een van de blaadjes van u, dat u neemt ook wel eens vogeltjes mee, hè?
als wij een melding krijgen dat er ergens een gans of een eend of een zwaan of een duif in nood is, dan wordt die net zo goed geholpen. Die halen we op en die brengen wij naar Stichting De Zwaan. En er komen er ook wel eens hele schrijnende gevallen voor waar je kan spreken over dierenmishandeling of verwaarlozing van dieren? Die komen we wel tegen. Dus bijvoorbeeld, we hebben een half jaar geleden zijn we in een woning geweest waar we een melding van iemand kregen. En de bewoner die was verhuisd en die had zijn hond, twee katten en vijf ratten in een kootje in een lege woning achtergelaten. Nou, die halen we netjes op en die gaan via de politie, doen we de aangifte en dan gaan ze naar het asiel. En we maken ook mee van, ik wil gelijk een opdoen aan alle hengelaars. Jongens, ruim eens alsjeblieft je rotzooi achter je op. Laat geen snoeren met haakjes in het water leggen. Want we maken nog steeds mee dat de sportieve hengelaar nog steeds zijn troep achterlaat. En dat wij de beesten uit het water moeten gaan vissen. En anderhalf uur bezig zijn om alle snoertjes en haakjes te verwijderen van de dieren. Ja, dat wilde ik u ook nog vragen. Wat kunt u de kijkers voor een advies geven als het gaat om dierenmishandeling of verwaarlozing van dieren of het vinden van een dier wat een ongeluk gehad heeft? Wat raadt u de kijkers aan om te doen in zo'n geval? Als je dus een dier tegenkomt wat dus een ongeval gehad heeft, dan is het in Amsterdam de dierenambulance of een van de twee dierenambulances bellen. Dan kunnen een van de auto's uitrukken om het dier dus eerst de hulp te verlenen. Mocht u dus een hond vinden of een kat vinden, ja, dan adviseren wij toch met de politie contact op te nemen. Want dat is de instantie om een gezond gevonden huisdier in het asiel te laten komen. Tot slot. Werkt u alleen met vrijwilligers of ook met mensen die het als betaalde baan doen? Nee, wij werken dus alleen met vrijwilligers en wij hebben dus geen melkertbaners. En heeft u nog vrijwilligers nodig? Op het moment niet. We kunnen het dus op dit moment aan. Maar ja, wat er over een half jaar is, dat weet ik natuurlijk niet. Want krijgen wij dadelijk een grotere ruimte met een grotere opvangcapaciteit, dan hebben we dus wel vrijwilligers weer nodig. Ik wens u veel succes toe met uw werk. Dank u wel.